Captain Dave, man. Captain Dave on my slide. Middenmotor die heeft dus niet een bucket, dat zijn dus die uitstekers. Die sturen dus het water van vooruit en naar achteruit. We staan nu helemaal omhoog, dus al het water kan naar achter stromen, dus wij gaan dan naar voren. Als we dus naar beneden geplaatst worden, dan wordt het water wordt omgekeerd, stroomt onder de boot door en dan gaan wij achteruit. En de middelste die heeft dat dus niet, dus dat is echt puur alleen voor snelheid. Oké. Starten, Dave? Ja. Check het oliepeil. Tussen minimum en maximum, dat is ook goed. Er zit hier nog een schraaffilter bij. Het paard is rond. Hier zit een filter uit in. Oh. En er zit een mesje er langs. Die heeft de glycolie voor de waterjetbesturing. Dat is bijna niet te zien. Even op het doekje leggen. Dan zie je de afdruk dus. Dus deze hebben we op bakboord stuurboord. Deze twee zijn voor het sturen. Tenminste, de olie die hierin zit. Ja. Dus voor het vooruit, achteruit bakboord stuurboord uitgaan. En hier in het midden hebben we dan een grotere achter de motor, die witte kast. Die is dus voor het gebruik van de anker, voor de kraan en voor de boegschroef. Dan hangt een hydrauliekpomp. Ja. Als deze motor draait, draait die pomp mee. Ja. En dit is dus de hydrauliekpomp voor je bakboord, waterjet. Ja, ja. Hetzelfde voor op je stuurboordmotor. Ja. Die zorgen voor de oliedruk om die nozzels te bedienen. Ja. En noodgenerator en havengenerator die draaien we nu. Ja, hier kunnen wij ook regelen hoe we gaan draaien. Dus de walstroom, als we aangesloten zijn, kunnen we hierop zetten. En we kunnen gewoon aflezen, dus de marge van barrage, het aantal rechtsverschil wat en voltage. En hier kunnen we dus ook overschakelen van bakboordgenerator naar stuurboordgenerator. Het is allemaal automatisch gesynchroniseerd. Alleen breken rond te drukken. Gaat hier het klokje lopen. Dan hoef ik alleen het RPM up en het RPM down af te stellen. Dat is dus om je aantal hertz van allebei de generatoren, want die draaien dan allebei. En de ene gaat dus overnemen van de andere. Dat die zoveel mogelijk gelijk is. En dat die dat hij goed overpakt. Dan hebben we hier nog een alarmpanel. Dus mochten we een alarm krijgen, dan komen die hier te staan. Airconditioning, seawater cooling pump. Dan hebben we nog een fuel transfer pump, sewage pump. En dan hebben we hier nog de lubrication oil fuel pump en de dirty oil pump. Dus hier een tank layout. In totaal hebben we 4 bunker tanks, 2 dagtanks en 2 opslagtanks. Bakboord stuurboord zijn onze verbruikstanks, dus daar verbruiken we uit. En de middentank en de voorpiek tank, dat zijn echt onze opslagtanks. En die kan ik dus ook vanaf hier, kan ik dus van de ene tank naar de andere tank verpompen, brandstof. Dus stel ik wil vanuit de middelste tank naar de voorste tank verpompen, open ik deze, daarna open ik deze en dan kan ik de pomp starten. Dit zijn alle zuigafsluiters.
dit zijn alle persafsluiters en hierboven hebben we dus de benaming van voor welke tank het dan naartoe gaat. En hetzelfde voor bunkeren, het enige wat dan belangrijk is, dat je je perszijde van je pomp afsluiter afzet, afsluiter opent van de bunkermanifold en dan kan je dus via de bovenste kan bepalen in welke tank je wil. Zorgen dat de sleutel erin zit, starten. Die pomp die je nu hoort, dat is een voorsmeerpomp. Door te zorgen dat de olie door de motor heen gaat voordat de motor gestart wordt. Als die oliedruk goed genoeg is, hoog genoeg is, dan gaat hij zeggen, oké, ik ga starten. Doet hij automatisch. Sectoren, daar ja, nog ja. Wel, hè? Ja, als we nou in Rozenburg. We zijn terecht gemeld op 65 dat we de zijraaf uitkomen. En dat we dan de opvaart in gaan richting de stad. Ja, dit is
Jokie. Trails wil zeggen wat de echo was. Ja, precies. Dus als je dan op zee zit, dan kun je kijken waar je heen gaat. Ja, precies. Ja. Water is het verschil dus inderdaad 3. Ja, dat is het verschil is wat je mee hebt of tegen. Thank you.
die gele... Ja. Ja, dat is voor mij de Poort of Rotterdam, hè? Havendienst. Ja, dat is ook wel VTS. Is dat hier ook VTS daar? Ja, hier ben ik binnen geweest. Ja? Daar in de stad zit al wat. Ja, dat is het bondelijk. Ja, oké. Maar ik moet wel echt Dus er zijn 30 knopen heb je gelopen. Ja. Die schoon was. Toen die schoon was. Nou, nou wordt die straks weer schoon natuurlijk. Ja. Ik kan het zo weer testen. Die. Ja. Ja, dan. Goedemorgen bij het bord in de opvang. Dan gaan wij naar de hijshaven. Niet zo. Ik draai de kommetje in bij Kaas. Nee, ik heb maar daar maak je En voor het eerst eenmaal richting stad over.
van de haven heb je een stuk gestopt. Dat is al mijn RDM-trein daar. Waar? Hier, hierachter. Ja, ja. Er zat onder zeeboot op zijn kilo. Ze stond meteen. Oh, sorry. Jij, ja, ik ga lekker dansen, jij. Ja, hè? Goed, hè? Goedendag, morgen. Bij de pont en dan kunnen we afnemen. Die lassen hier niet terecht of zo. Nee, ze moeten een andere boot in. Oh, ze moeten een andere boot in. Goed, we zijn vroeg waren we dan. Meeluisteren. De Wala wordt genomineerd door Marco en
Kan die er ook uit hier, denk je, deze? Hij is te zwaar. Wat, meneer? Ja, maar voor een project. Ja, zo'n propeller die om zijn as heen kan draaien, bedoel ja, je? Ja, precies.
kant van.
Amsterdam. We komen uit het dok van de Haas, bij de IJshaven, en gaan we de afvaart in. SC Rotterdam, sector van Haas, dat is geen opvaart in de IJshaven. Ja, dat is goed. Prisa, sector van Haas. Blijf in. Opvaart in de binnenvaart aan de monding van de Waalhaven. Die is op de langs en dan nog twee maal opvaart 100 meter beneden de westkop van de Waalhaven. De eerste is binnenvaart doorgaan. Wat er achter te zien vaart niet goed. Ja, oké, okay, dat doen we een stukje goed en dan komt er denk ik. Ja, ik ben Sophia, sector Waalhaven, mee goed. Ja, dat is het jacht maar heel laat. Dat komt goed denk ik. Geef Lisa, stuurbestuurd voor. Dank u. Die RLED is dat hetzelfde als je moet? 28. Ja. Dus dat zou dan op zich al goed zijn. Ja, maar worden ze altijd wel wat warmer. Die is altijd wat warmer, hè? Ook nadat hij helemaal gespoeld is. Ja. Als de chip nog steeds. Klopt, die blijft altijd warm inderdaad. Thank you. Zo, Chris, ik ga wel. Dan heeft de deur op woord. Ze zit erin. Dan heeft de deur op woord.
gehoord dan. Ik zeg wat dan. Dat is de man.
Sunset DCM Star 1930, they have pilot boarding time, we will follow him. Thank you. Lekker hè?